Ik heb het over de auto, hè? Niet over, ja, dat is natuurlijk ook mooie bergwegen en zo. Het is de nieuwe 508. En het vlaggenschip van Peugeot. Totdat ze weer iets groters gaan bouwen. Maar dat, nou, denk ik dat ze dat potentieel niet gaan doen, overigens. Maar dat scheelt terzijde. Radicale Berlin, zo noemen ze hem zelf. Het is natuurlijk feitelijk een hatchback, want hij heeft gewoon 5 deuren en zo. Maar het is wel gewoon een gaaf auto. En weer helemaal bij de tijd. En wat ik grappig vind bij Peugeot is dat ze een beetje eigenwijs doen. Hè? Dus wat je feitelijk bij ze te gewin zou verwachten. iCockpit is iCockpit 3.0. Wat is iCockpit dan? Als je geen Peugeot rijdt of er nooit naar hebt gekeken, weet je misschien niet. Dat betekent dat we een kleiner stuurtje hebben. Beetje afgevlakt hier trouwens. Dit is de GT-lijn. En daarboven dan het instrumentarium. En gelukkig bij de 508 geen ouderwetse tellers meer. In ieder geval in deze versie, maar volgens mij überhaupt niet. Maar gewoon mooi schermpje. Want daar kan je gewoon veel meer dingen mee doen. Het idee is natuurlijk, je moet van je afkijken door de ruit als je aan het rijden bent. En dan wil je niet zo laag naar de tellers hoeven kijken. En zo zitten ze meer in je blikveld. Het is überhaupt wel een prettige plek om hier binnen te zijn, het interieur. Mooie materialen, genoeg eigen stijl. Het is gewoon een lekker groot touchscreen navigatie of infotainment systeem, moet ik natuurlijk zeggen. Gebruikt TomTom kaarten, dus ook gewoon die verkeersinformatie die best wel erg oké is. Je kan op ieder systeem altijd weer afdingen. Ik heb ook bij de andere systemen wel eens dat ik denk, nou, deze omleiding had niet gehoeven. Of juist, waarom heb je me niet gewaarschuwd voor deze file? Ja, je bent toch een beetje afhankelijk van of er op tijd genoeg die info doorkomt. Maar dit is gewoon wel fraai. Dit is wel, hier een beetje dat houtafwerking. Dat is ook afhankelijk van de versie die je hebt, wat je daar precies in hebt. Mooie focal geluidssysteem. Dus met overal boksen hier ook midden op het dashboard. Het oogt gewoon goed. Je hebt niet het gevoel dat je in een auto zit die zo'n massaproduct, maar niet premium. Nou, je weet wel misschien waar ik naartoe wil. Dit voelt wel alsof het een beetje tegen de premium merken aanschurkt. En dat is wat Peugeot ook zegt over hun missie. Ze willen de beste generalist zijn. Hè? Dus ze willen niet concurreren per se met de Duitse 3 premium merken, maar gewoon van de normale merken. Klote woord, maar goed, daar dan de beste van zijn. Ik ga even de buitenkant laten zien. Nou, het werkt niet. Nou, stap maar gewoon uit. Ik kan niet rijden doen natuurlijk. Ik moet even stilgestaan. Dat is natuurlijk raar. Als ik zo mijn vingers knip en dan opeens buiten. Is hij geil? Ja, ik vind het zo'n waanzinnig mooie auto. Dit is echt erg goed gelukt. Een nieuwe Peugeot 508. Wat wel grappig is, hebben een aantal dingen even verteld over design die ik dan weer even kan reciteren hier heel mooi. Eén opvallend dingetje, uniek feitje voor de 508. Kijk, de typeaanduiding staat hier ook voor op de neus. Hoeveel auto's ken jij die dat hebben? Ja, een GTI-badge of een R-badge of dat soort dingen. Of een R-design-badge bij Volvo of zo. Maar echt de typeaanduiding op de neus. Dat komt niet zo vaak voor. Verwijzing naar iconen zoals de 404 en de 504 van Peugeot natuurlijk. Wat wel aardig is, ja, weet je, kijk, het is echt gewoon een dik apparaat. De lampen staan nu even uit, maar dit zijn dan die dagrijverlichting. Dat knippert ook mooi mee met de richtingaanwijzer, dan wordt hij helemaal oranje. Echt wel heel goed gedaan. Wat aardig is aan deze auto, kijk, we hebben jaren gehad dat elke keer de opvolger werd weer even een paar centimeter groter. Dus wat hoger, wat breder en wat langer. Deze auto, korter. Net zo breed, maar ook lager. En wat Peugeot roept, ze hebben iets gedaan waardoor die auto lager kan blijven. Namelijk, en dan doe ik even de deur open. Stijlloze portierramen gebruikt. Dus je hebt niet zeg maar, die hele rand erboven en daar, dat scheelt 5 centimeter claimen ze. Dan kunnen ze gewoon die auto wat lager maken. En dat oogt gewoon wel echt lekker. Het is een GT-lijn overigens, die is altijd weer ietsje dikker. Wel de diesel, dus we hebben maar twee toch best forse uitlaatpijpjes. Eigenlijk moet ik hem even starten, want dan kunnen we ook even de ledjes achterin zien. Ook gewoon echt top. Het zijn een beetje de klauwen van de leeuw. En die kan je recht van achter zien, maar ook als je vanaf de zijkant kijkt, kan je ze ook zien.
Ja, weet je, ik hou wel van dat soort details. Nee, er lijkt dan in ieder geval echt wel over nagedacht. Ah, die mooie zwarte doorlopende streep, hè, dat vinden Porsche Carrera 4 is ook allemaal zo mooi. Nou, je hebt het ook gewoon bij de Peugeot 508 tegenwoordig. En ze hebben het zelf over radicale Berlin, maar dat is natuurlijk gewoon een hatchback met een hele grote kofferklep. Maar daar is verder niet zoveel mis mee. Ja. Een stukje rijden dan maar weer, hè? Qua rijden, het is geen auto die nieuwe benchmark zet qua dynamisch weggedrag en zo. Maar hij doet het wel echt heel netjes. Ook zeker comfortabel genoeg. Afhankelijk van de versie kun je ook helemaal dynamisch of een adaptief onderstel. Er zit er standaard op bij de benzineversies. Bij de diesels is het optioneel. En comfortabel genoeg, ook drempels zo. Pakt die gewoon mooi. Hè? Weinig klappen en bonken in het onderstel. Op het moment dat je wat meer gaat lopen hoepelen, echt gewoon gas erop, dan ja, weet je, hij beloont je niet echt. Straf je ook niet af voor het feit dat je dat doet, maar het is niet zo dat je denkt, oh wauw, deze auto ga ik nog eens even nog een keer zitten om die bocht nog even wat mooier in te sturen. Maar dat heeft misschien ook wel een beetje met het formaat auto te maken. En het is niet slecht dus, maar je moet er geen, nou ja, wat voor soort auto, een 308 GTI is veel leuker om te rijden, maar dat is op zich ook logisch. Dit is overigens wel de GT Line. Een aantal verschillende motoren leverbaar. Daarin zie je wel dat al die Europese fabrikanten dat een beetje aan het inperken zijn. Niet enorm hoeveelheden motoren meer verkrijgbaar. 3 diesels, 130 bk, 1.5 diesel. Die is er met handbak en automaat. Handbak, dat is de goedkoopste 508 die je voorlopig even kan kopen met die diesel. Dan kost die €37.000 en nog iets even uit mijn hoofd. Dan hebben we een 160 en 180 pk 2 liter die dan met een 8 traps automaat wordt uitgeleverd. En misschien wel de leukste versies. En misschien ook wel de meest populaire versies zoals we die gaan zien. Hè, met het beetje anti-dieselbeleid wat er inmiddels in Europa is. De benzines, allebei 1.6 liter groot. Turbo uiteraard. En dan hebben we een versie met 180 pk. Daarvan verwacht Peugeot het meeste. En een versie met 225 pk. En wat grappig is met die versie van 225 pk. Er zijn 2 auto's op de Nederlandse markt die een 1.6 hebben en 250 km per uur halen. De 308 GTI, en je verwacht hem al, nou, deze 508 met die 225 pk 1.6 turbo. Dus dat is best rapido. Dat haalt hij dan in de 7e versnelling van die automaat. Dat zet ze er even bij in het persbericht. We rijden nu in de 180 pk diesel met die automaat, 8-traps automaat. Haalt hij 235 km per uur. Dat is best wel een gestroomlijnde auto dus blijkbaar. Sprint naar 108,6 seconden. Het is een... Op zich een prettig blok, maar hij heeft wel wat, ja, er is een mooie Duitse term voor, Anfahrtswagen. Oftewel, dat wegrijden, dan heeft hij even nodig om die turbo even op stoom te laten komen. Daar mis ik wel even een beetje die oomf. En dat is ook natuurlijk een beetje in combinatie met de automaat. Als ik nu zo eens even ga inhalen, ja, dan is het echt gewoon rap genoeg. Peugeot 508 gebaseerd op nieuwe EMP2 platform. Dat deden ze natuurlijk met Citroën, onder andere de DS7 Crossback, maar heel veel andere auto's. En waar Peugeot zelf in ieder geval heel trots op is, is allerlei veiligheidssystemen level 2 autonoom rijden. Wat uiteindelijk niet echt heel erg autonoom is, want het is meer assistentie. Goed, die definitie die heeft Peugeot niet verzonnen. Betekent adaptieve cruise control met stuurondersteuning. Dus je kan gewoon in de file of op de snelweg gewoon zeggen, joh, weet je, blijf jij maar een beetje binnen de lijntjes sturen. Hij valt je wel vaak lastig over dat hij wil dat je weer even het stuur vastpakt. Ook op het moment dat ik denk, nou, ik had het stuur gewoon vast hoor. En hij wil nog wel eens even een beetje piepen over, nou ja, hij zit niet binnen de lijntjes. Maar ja, dat is met eigenlijk al die systemen wel zo. Dus ja, dit is wel een probleem. Denken jullie niet? Want ja, een Peugeot, denk even aan die Top Gear aflevering van dat Jeremy en consorten even Peugeot-rijders gingen nadoen. Nou, dat was helemaal niet heel inspirerend. Dat, ik weet niet of dat heel erg aan het merk kleeft in Nederland of in België. Maar dit is in ieder geval echt een onwijs dikke koets. Echt serieus. Ik kijk gewoon even naar de buitenkant. Dit is gewoon een
onwijs gave auto. Mooi, echt fris en modern. Als je sommige concurrenten hiernaast zet, denk je echt van jeetje, wat zijn dat voor ouderwetse hokken. Stuurt goed, rijdt goed. Nou ja, hè? Wat kan er nog mis mee zijn? Nou, er is één ding natuurlijk mis mee, voor de markt misschien. Het is geen crossover. Het is geen SUV. Iedereen wil natuurlijk hogere auto's, groter, dik op zijn wielen. Maar ja, dit is heel wat anders. En toch denk ik, als je hier naar kijkt, ja, dan word ik hier toch ook wel enthousiast van. Ik ben niet zo'n crossoverman, maar ik kan me voorstellen, weet je, dit is ook ruim genoeg. Kofferbakruimte, 485 liter geloof ik. Gewoon echt fors. Genoeg ruimte op de achterbank. Elektrische kofferklep. Allemaal gadgets die je erop kan krijgen. Inclusief night vision. Dan kan hij ook voor personen waarschuwen die tot 250 meter verder lopen. Gewoon mooie technologie. Fijnsturend. Relatief zuinig. Relatief snel. What's not to like?